Goedendag. Ja, na de regen van zaterdagmiddag en avond, ja, was het zondag gewoon prima weer om er op uit te trekken. Nou, dat heeft Ed van der Pad ook gedaan. Lekker zijn fotocamera meegenomen en deze foto is gemaakt in de Alblasserwaard. Nou, de komende nacht is het bewolkt in onze regio, blijft wel overal droog. Temperaturen nog boven 0, zo'n 2-3 graden ja, en dat bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Dinsdag een waterkoude dag. Vanuit het zuidwesten volgt ook regen en motregen. Temperaturen komen uit op zo'n 4 à 5 graden. Het wordt dus al wat kouder ja, en dat bij een matige oostenwind. In de nacht naar woensdag kan de regen even overgaan in wat natte sneeuw. Of misschien zelfs wel in het oosten van de regio in een beetje droge sneeuw. Maar het zal allemaal weinig voorstellen. Temperaturen dalen dan naar waarde rond of iets onder het vriespunt. Ja, en daardoor kan het dan ook lokaal glad worden. Woensdag begint bewolkt en meest droog in de loop van de dag van het oosten uit een paar opklaringen. Het is echt al koud, temperatuur een graad of twee. Ja, en dan donderdag, vrijdag en zaterdag is het winters koud in eerste instantie, temperaturen maar 1-2 graden boven nul. En daarbij hebben we zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden. Ja, en de hoeveelheid bewolking. Ja, is natuurlijk ook bepalend voor de temperatuur s'nachts. Die ligt zo tussen de min 2 en min 6 graden in onze regio. In het weekend ziet het er naar uit dat de temperatuur vooral in de middaguren een flink stuk hoger uitkomen. Dus ja, schaatsen in onze regio, ik zie dat echt helemaal niet gebeuren. Nou, ik besluit nog met een weerfoto die ik zelf zondag heb gemaakt. Lekker wezen wandelen op het strand van Rokanje. Het was er ook behoorlijk druk. Nou, maakt u ook mooie weerfoto's of foto's van de natuur? Stuur ze in naar weerfoto.rijmond.nl. Ik wens u nog een fantastische dag.